Hey, leuk dat je weer kijkt. Dit keer op een iets andere camera dan normaal. Ik heb een oude Nikon uit de kast getrokken, omdat ik de GoPro toch niet zo mooi vond. Ik was eerst met de GoPro begonnen, maar ik hou gewoon niet zo van die bolling. Dus ik denk, ik doe het gewoon zo. Ik ga vandaag naar de Efteling. Ja, de Efteling. Hoe lang geleden is dat? Echt, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer was. Vroeger ging ik wel vaker in mijn studietijd en dan spaarden we met z'n allen van de Albert Heijn actie alle zegeltjes. En dan gingen we met een hele grote groep op een dag dat het regenachtig zou worden naar de Efteling. Want dan was het rustig. Nou is het nu nog wel droog. Maar volgens mij gaat het vandaag ook heel hard regenen. Dus nou ja, de traditie wordt wel weer een beetje voortgezet. Ik ga namelijk met een vriendinnetje. Ik vind het woord dat zo lelijk. Waarom zeg ik dat? Ik ga namelijk met een vriendin, Paulette. Ga ik, nou ja, naar de Efteling. En ik dacht, ik neem jullie gewoon weer even mee. En dan nu op deze camera. Als je natuurlijk naar een pretpark gaat, moet je natuurlijk wel van die pakjes meenemen. Dus deze gaat met ons mee. Wat heeft ze toch een cute autootje? Kijk dan. Dit is toch echt mega cute. Hi. Ja! En dan zit je ineens zelf achter het stuur. La 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 la. Even denken. Dankjewel. Kijk, want hij stopt. Oh, we gaan niet vooraan zitten hoor. Hij stopt ook nog hier. Kijk, kijk, kijk. Nee. Oh, en dan yo, gaat hij heel hard. 1, 2, 3. Bam. Nou, dat gaan we nu. Het is heel erg koud, dus we drinken vandaag even chocomel. Ja! Lekker! En toen was het tijd voor Joris en de draak. Gaan we voor rood of gaan we voor blauw? Ik zeg. We gaan voor de dikke pik. Luister naar wat de Paulette, wie heeft er gewonnen bij Joris en de Draak? Yes! Nou gaan we op door naar het schommelschip. Ding. Dat ligt ergens in de verte. Daar. Paulette, hoe stond je op de foto bij Joris en de Draak? Het was heel erg leuk. En hier zijn we ook al in geweest. Super! Toen was het tijd voor de vogelrock. Rock on! Ja. Een beetje. En dan gaat het helemaal. Oh, dit is echt mega snel. Wow. Wat? Het zakt heel diep weg. Zo. Nou jongens, ik ben er klaar voor. Kom maar op. Here we go! In het donker! Ja, het is tijd voor Villa Volta. Noemden zich de bokkenrijders naar schimmige luchtgeesten. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Paulette weet nog niet wat er gaat gebeuren. Beetje spannend. Spannend. Thank you.
Gelukkig staat dit niet helemaal vol. Het zou toch erg zijn? Nou, het is net alsof ik hier op de keukenhof sta. What? Nice flowers. Papier hier. Papier hier. Papier hier. Zoals je ziet, hagelt het hier en regent het hier zelfs. Maar Don Roosje is natuurlijk ook altijd aanwezig. Deze twee mensen komen mij dus de hele dag al tegen. Vanaf de baron stonden ze voor ons. Toen bij de volgende attractie stonden ze weer voor ons. Nu komen ze tegen in het Sprookjesbos. Hoe grappig is dat? Our new best friends. Daarmee wordt alles koffer. En springtuin. Hoe lang zijn wij niet bomen? Oh jongens, het hagelt nu echt heel erg hard. Zoals je misschien al ziet. Wow, er sprong er eentje. Oké, ik doe mijn camera even weg, want anders dan wordt hij misschien nat. Rara, waar gaan wij nu heen? Bye bye! Het regent inmiddels heel erg hard. Wij gaan naar huis, maar we zijn vergeten bij welke rij, welke boom. Volgens mij nog eentje naar rechts. Ergens. Oeh.